Stop maar met zwemmen, laprat. We hebben een repeatbal gevonden gelijk hier. Ah, dit wordt echt de biom, jongen. Hier gaat zoveel loot liggen. Nee, weet ik veel. Hey, Iglo! Iglo, Captain Iglo. Iglo Fish Sticks! Hallo kijkers van Gals Games en Duffy Meer. Hier zijn we weer met de derde aflevering van Pixelmon The Battle. En we gaan weer lekker verder waar we gebleven waren. Vergeet natuurlijk niet eventjes allebei de video's een likeje te doen. En allebei de video's open te zetten. Ene geluid te muten. En dan kun je ze allebei gewoon kijken. Guido, ben jij er weer klaar voor van vandaag? Ik ben zeker klaar, of ik ben ook alweer bezig. Ja, ik was ook alweer aan het lopen ondertussen. Want ja, we moeten natuurlijk wel gewoon verder blijven gaan. We kunnen niet stilstaan. We hebben niet tijd te veel, zeg maar. Nee, absoluut niet. We hebben genoeg tijd om de Pokémon te trainen, maar daar blijft het ook bij. Ja, zeg dat wel. Daar blijft het inderdaad letterlijk bij. That's it. Ja, want je kan wel veel meer gaan willen doen, maar uiteindelijk heb je daar de tijd niet voor. Nee. Net zoals dat je de beginafleveringen, de eerste afleveringen zeg maar. Hoe lastig dat was dat je eerst alles moest gaan collecten. Dan pas Pokémon kon gaan vangen en zo. Ja. Maar dat is ook wel weer de charme natuurlijk van de serie. Ja, dat is zeker waar, dat is zeker waar. Ja, zoals ik vorige aflevering ook al had gezegd, ik ben nog steeds op zoek naar een, of een ice biome of een mesa biome, even iets aparts, weet je. Kijk, want die hebben we nog steeds niet gehad. Dus dat betekent ook dat we de Pokémon die daar rondhangen nog geen één keer hebben kunnen gebruiken. Dat is tevens juist correct. Ja, dus ik wil daar graag eigenlijk heen, want dan kunnen we wat verandering brengen. Want ja, mm-hmm. Niet dat we alle Pokémon... En waar zit je aan te denken? Wat zoek je? Dat weet ik nog niet. Oh. Oké, okay. Nou gezellig dan. Ja, ik denk je hebt helemaal een plan of zoiets, weet je wel, maar... Nee, het plan is gewoon om die biome te vinden. That's it. Ja, als je daar tijd voor hebt, dan vooral doen, toch? Ja. Ondertussen train ik wel, hoor. Ja, nee, dat had ik ook wel verwacht bij jou, ja. Ja, ik kan niet alleen maar gaan vliegen, want dan haal ik nooit mijn Flygon op level 75 aan het eind van de week. Nee, dat is waar. En je zit wel op level 70 nu, toch, of wat? 71. Oh, joh. Dus ja. You got the time of your life. Nee, we willen kijkers overhouden. Oh, nou, sorry. Sorry ja, mensen nee. Die dat het kleine stukje... Kijk trouwens naar de video op Duffy Games, Idols. Kun je mij horen zingen? Nou ja, zingen. In een melige bui zijn. Gewoon Dylan op hoog niveau, klaar. Ja, bicycle. Hey Dylan, doe het nou niet. Sorry. Ja, ik bedoel, wat zeg ik nou net? We willen kijkers overhouden, hè? Ja. Sorry, kijkers. I can't help it. Sorry, hoor. Sorry hoor. Sorry goon. En Schuldigan. Ja. Oh, wat erg. Oh, wat erg. Oh, wat erg. Weet je wat ook erg is? Nou, wat is erg? Dat ik helemaal geen checkpoint bij de jungle biome heb gezet. Kom ik nu opeens achter. Dat is best erg. Ja. Dat is op zich inderdaad wel erg, ja. Weet je wat erg is? Dat ik geen XP-on heb. Nou, weet je, ik zou je melden, hè? Ik ook niet. Dat had ik niet verwacht, man. Ja, vind ik een dorpje. Ga je kijken in de chest. Zitten er 10 saplings en een iron sword in. Ja, wat heb je daar nou aan? Ja, helemaal niks. Nee, banaan. Banaan. Banaan, gewoon. Banaan. Nou, gewoon even lekker wat apricorns meenemen hier uit het bos. Hoppakee. Uit het bos. Een ros, die hoef ik niet op zouten. Bob Ross. Heel bit op. Hoit. Maar wat voor hide? Liquid hide. Oh, liquid wel. Ja. Lekker man. Hey, een Ghastly, ga maar weg. Grapje, ik heb hier een Noctowl. Noctowl. Ja. Is ook wel een sterke Pokémon, op zich. Op zich wel, maar goed. Je zou het niet verwachten van zo'n kleine hoedoet. Hoe? Hoedoet. Of lekker man. Lekker man. Oh, wat erg. Oh, wat ontiegelijk erg dit. Oh, erg. Nou breekt mijn klomp. Nu breekt mijn klomp. Nou, mijn klomp is brogen.
Mijn klomp is brouwend, Dylan. Brouwend. Trouwens, ben jij al veel van die grotto's tegengekomen? Grotto's? Ja, van die bomen met zo'n masterbal erin. Ik was één. Nee. Ik heb inderdaad ook niet... Nee. Voor mij ook één of twee of zoiets. Ja, ik ook niet meer. Ja. Dat voor de mensen die zich afvragen, als wij die dingen die we natuurlijk in de stream zijn tegengekomen, dat is natuurlijk ook weer zo, dat daar hebben we natuurlijk weer minder van dan uiteindelijk hier in de game. Dus voor mensen die het hebben van hey Duf, hoe zit het daarmee allemaal? Dingen die we bijvoorbeeld daar vonden. Ja, die zijn wel gewoon gone, al de items. Ja. Ja, dat is inderdaad wel een nadeel. Ja, op zich wel. En beide van ons hebben ook nog steeds geen mob tower gevonden. Dat vind ik ook wel grappig eigenlijk. Dat zo lang zijn we al bezig, maar een mob tower, nope. Nee, klopt. U het zegt inderdaad, die hebben we nog steeds niet gevonden, nee. Nee, en ik zit ondertussen al op min 10.700 nog wat dus. Jezus. Ja, ik ben continu aan het vliegen, gewoon puur. Of tenminste vliegen en af en toe even landen, een stukje lopen, om weer wat trainen. Maar hier ook weer, kom ik weer een savanna tegen. Nou, daar hebben we er ook al 100 van gevonden. Ja. Is ook niet meer boeiend gewoon. Nee, de savanna is echt gewoon niet boeiend. Boeiend? Boeiend. Dit is wel zo'n savanna waar een Zapdos shrine kan spawnen. Maar wat heb je aan een Zapdos shrine zonder een boss tower? Ja, precies. Nou ja, je kan een orbal zonder de boss tower vinden. Ja, dat klopt, maar hè? Kijk maar naar mijn namen. Ja, maar hoe groot is die kans dat het nu nog een keer gaat gebeuren? Nieuw. Precies, dus ja. Ik heb het idee dat ik straks een Mesa bij hem ga tegenkomen. Dat zou wel heel ziek zijn, of course. Ik zit nu weer bij allemaal Savanna en Desert. Misschien een aansluitertje op een Mesa. Zou leuk zijn. Ja. Ben je nog niet gewoon een beetje aan het hopen ook tegelijkertijd? Nou, ja, eigenlijk wel. Ja, nee, dat is zo. Voor de mensen die denken, waarom lach je hierom, Guido? Ik zou zeggen, zoek het maar op internet. Internetgekkies, compilatie. U bent hier de baas? Ja, zeg het. Ja, nee, dat is zo. Ja. Ben je gewoon pannenkoek ook, hoor. Wat als je dat gaat zeggen, dat soort dingen? Ja. Ja. Hé, hey, een dorpje. Alweer één. Een dorpsgek. Deze trainer heeft een ditto. Een ditto! Jouw grote vriend. Ja. Nou. Woehoe, fantastisch, kappa. Nou, poepoe. Ja. Nou, poepoe, sowieso. Doe maar weer. En weer water, joepie. En we zingen joepie. Ik denk dat het toch bij tijd wordt om te trainen. Ja. Ja, meer train, minder rondvliegen. Want ik ben nu continu aan het rondvliegen en ik vind. Hoeveel Pokémon heb jij nu? 4 stuks. Oh ja. Jij? 3. Oh, welke heb je erbij gevangen? Trapinch. Een Trapinch? Dat kan helemaal niet. Nee, joh, ik heb een Haunter. Oké. Misschien had ik die vorige aflevering ook wel, maar toen zei ik gewoon dat ik 1 had gevangen in plaats van 2. Ah nee, dat mag allemaal natuurlijk. Ja. Is allemaal toegestaan. Dankjewel Dylan. Ach, geen probleem. Hoe is het verder? Ja, gaat prima eigenlijk. Ben ik blij om. Dank je. Hoe is het verder met je Pokémon? Gaat ook prima eigenlijk. Zijn de levels? Hoog. Wat zijn de levels? Hoog. Hey, oh, je gaat geen getallen zeggen dan? Nee, heb jij ook nog niet gedaan. Nee, omdat ik de vraag aan jou stel, lul. Je hebt die vraag niet aan mij gesteld. Nou ja, gemoltje. Vraag hem dan eerst maar aan jezelf. En als je daar antwoord op hebt gegeven, dan... Mr. Mime. Vang dan. Ja, kan niet. Hoezo niet? Gewoon niet, ik kan geen Mr. Mime vangen. ik had in de stream ook gewoon een Snorlax. Ja, maar er zit wel even een verschil tussen een Snorlax of een Mr. Mime, hè Patrick? Oké, Hendrik. Kilo. Ambacht. Ambacht? Ja, Hendrik Ido Ambacht. Kilo Ambacht. Nee, niet Kilo.
Dat is een kilo op je nek leggen. Nou. Slaat dat nou weer op? Geen idee. De laatste opmerking. Ja. Ja. Vond wel leuk eigenlijk. Ja, nee, daarom lach jij ook. Ja. Ja. Banaan. Pudding. Lekker. Niet zo lekker. Vlierbessenpudding. Vlierbessenpudding? Ja. Oh. Gewoon vlierbessenpudding. Gadver, zet die een wiezing in. Hoppakee, drinklauw, opzouten. Heel gauw. Hé, hey, jakkie baba. Hé, jakkes. Maar, shiny zijn ook gewoon een beetje nieuw. Hé, allemaal een en al poep. Trouwens, ik heb wel nu een wassige Pokémon waarmee ik lekker onder wasser kan. Hoppakee, we gaan het even lekker onder wasser. Hé. Hey. Hallo mooie Staryu's. Hallo Tentacool. Hallo Magikarp. Zo cool. Oh, weet je wat ik hier ook zie? Nou. Een Huntail. Ook nog een Dragonite. Ja, zo. Kan wel. Maar, ja, ik zijn er eigenlijk nog meer gekke water Pokémon? Wat was er Pokémon? Dat wist ik niet. Ik weet niet waar je toen naar Nee, nee, nee. Oh, weet ik niet. De opvulling voor mijn team. Maar ja, ik heb natuurlijk al een Labrad, dus meer water. Welke Pokémon type mag ik ook weer niet hebben? Rock. Rock, hè? Ja. Hoezo? Oké. Okay. Nee, dat was eventjes voor mij. Ja, ik kan stoppen met mijn zoektocht. Oh. Want we hebben een ijsbiom gevonden. Lekker man. Lekker man. Zeker lekker, man. Hoppakee. Stop maar met zwemmen, laprat. We hebben een repeatbal gevonden gelijk hier. Ja, dit wordt echt de biome, jongen. Hier gaat zoveel loot liggen. Nee, weet ik veel. Hey, Iglo. Iglo, Captain Iglo. Iglo fish sticks. Iglo fish sticks? Ja. Dat zei je. Ah, jij, kaptein. Okay, we gaan de Iglo in. Zit hier een geheime ruimte? Eenmaal andermaal, ja. We gaan eens even naar beneden. Even de gouden appel ophalen. Ja. Niet ook wat aan die gouden. Nou, trouwens, die gouden appel. Ik wil zeggen, ik kan er gewoon iets mee maken. Dat is gewoon een rare candy. Daarom. Even kijken. Eén gouden appel voor mij. En ik neem de gold ook gewoon mee. En dan staat hier zo'n gekke villager. En een... Oh nee, die villager staat hier helemaal niet. Oh wacht, we hebben ook nog Splash Potion of Weakness. Die kan ik lekker op jou gooien. Nou, sorry. Staat dat nou weer op? Sorry hoor. Misplaatst een beetje, denk ik. Ik ga wel weer gauw deze Iglo uit. Wat nou? Ik mag geen Rock Pokémon, hè? Ja. Maar het kan dus wel zijn dat mijn Pokémon een Rock aanval heeft. Ja, dat kan gewoon. Ja. Ja, dat is niet verboden. Verbouwen. Dus het enige wat verboden is, is om er eentje te vangen. Vangen. Nee, oké, okay, nee, duidelijk. Nee, ik had toch even daar mijn vragen over, toch? Hier en daar, links, rechts, boven. Ja, nee, dat is logisch. Mm-hmm. Het is toch belangrijk om, hè, get your team straight. Precies. Kijk, ik heb nog geen last gehad met dingen die verboden werden voor mij. Nee, dat is zeker waar. Misschien deze week. Ja, dat kan maar zo. Ik zeg maar zo, ik zeg maar niks. Ik wil ook niet zeggen dat ik wat gezegd heb. Nou, doe dat dan ook maar niet. Nee, ha! Hoorde je die kat? Ik hoorde wel een geluid, maar ik weet niet of dat... Ik kon niet... wist niet wat het was. Voor mij heeft hij weer een mogelijkheid gevonden om snel naar boven te rennen. En zit hij nu voor mijn deur. Hoor dan. Ja, ik hoor... Ja, katten, jongen. Die kat die probeert... Als die ook maar een kier in de deur ziet, dan loopt hij naar die deur toe, gaat hij met zijn pootje, gaat hij heel zachtjes die deur open proberen te maken en dan rent hij snel naar boven toe. Ja, dus die kat wil ook gewoon een beetje zo van, hallo. Hallo, ik ben er ook nog. Ja, precies, weet je. Ik had ook zoiets van, nou jongens toch, hallo. Even gezellig man. Nou, poepoe. Ja, nou, poepoe, hallo, ik ben er ook nog. Hij zet een Peugeot in. 206, denk ik. Oh. Die kon ik echt niet maken, eigenlijk. Je hebt hem wel gedaan. Ik heb hem wel gezet, ja.
Ik moet zo weer een pokercenter vinden. Ik ga je wel eerst even, voordat ik het dadelijk vergeet, voordat ik weer stomme dingen ga doen. Zubat! Confusion! Dring rush. Een checkpoint of een waypoint zetten hier in deze biome. Ik zie dat zo dat ik dat weer vergeet. Jouw kennende? Ja. Ja, dan kunnen we onder banken stoelen schuiven, maar dat is gewoon zo. Dat is zeker waar. Maar, ja. Gelukkig kan ik hier gewoon heen teleporteren straks. En ja, het lullige alleen voor jou is, als jij ook ijs bij hem zou willen. Kijk, ik kan je de coördinaten wel geven, maar dat zou betekenen dat je 12.000, 13.000 blokjes moet vliegen. Dat is tevens juist waarschijnlijk ook correct dan, ja. Dus ja. Dat is best lastig. Nou, dat is pittig veel. Dat is inderdaad pittig veel. Terwijl eens even kijken, wat gaan we eens hier vangen? Ik wil er wel eentje vangen. Ik wil zeggen, je hebt nou zo lang gezocht, nou, dan moet je ook wel een Pokémon daar vangen. Ja. Ik zit even te denken, dit is wel grappig om te doen. Aha, leuk, nou, poepoe, woehoe. Ja, dit is wel een Pokémon die ik wel wil vangen, maar het is toch ook wel een beetje risky. Oh. Keep me updated. Gaan we dit doen? Weet ik niet, jongen. Ik weet ook niet. Ik weet niet wat het is. Ja, dat is dus het leuke. Ja, dat is zeker waar. Haha, idioot. You captured. Oké, okay, nou wat heb je? Weet niet. Oké. Okay. Ja, als jij niet wil zeggen, dan niet toch? Nee, deze hou ik even strikt geheim. Goed, dan hou ik ook mijn strikt geheim die ik al lang heb gevangen. Dat mag, want dat deed jij sowieso wel. Want? Wanneer denk je dat ik niet heb gezegd wat ik heb dan? Zeg dat dus dan. Zo vaak? Net zoals dat jij... Vanaf aflevering 1 tot en met meer dan de helft van aflevering 2 heb ik alleen met een Dragonite gespeeld. Mm. Als je het niet gelooft, dan maar moet je echt... vorige week heb je ook niks gezegd over een jungle die je had gevonden. Niet eens van, ik zit in een jungle. Nee. Waarom zou ik dat gaan zeggen? Waarom zou ik dan zeggen dat ik een Pokémon heb? Omdat jij bent degene die hier verkondigt. Ik heb een Pokémon gecapt. Ja, dan stel ik de vraag welke. Aha, dan hoef ik dat toch niet te zeggen. Nee, dat hoeft zeker niet. Dat hoeft zeker niet. Maar jij hebt ook niet aan mij gevraagd. Heb jij een jungle gevonden? Nee, ja. Ja, zo nee, specifiek nee, op de vragen nee. Ingaan. Ja, nee. Dat is een beetje een verkeerde stelling die je hier zet. Nee, dat kan niet. Oké, dus mijn stelling is nou weer verkeerd. Ja. Jouw stelling klopt er helemaal niks van. Heerlijk, dit mensen. Heerlijk. Even naar het Pokécenter. Ja, jij lekker naar het Pokécenter, jongen. Want het is toch op zoek naar andere dingen. Oh? Naar andere dingen? Nee. No luck today. No luck. Ik heb nergens last van. Nee, dat geloof ik graag. Nog niet? Dylan denkt, puur voor de goede karma zeg ik maar even, nog niet erachter. Ja, ik zie het zo weer gebeuren. Een move relearner. Dat is leuk. Ja, dat is zeker wel een handige, want ik heb die nog niet gezien sinds dat ik al deze Pokémon heb gevangen. Dus daar kunnen we flink wat een voordeel uithalen. Absoluut. Eens even kijken, welke aanval willen wij allemaal gaan leren? Leren? Deze niet. Onvoldoende. Een onvoldoende? Waar is nou... Move Relunner? Wacht even. Flygon. Fly me to the moon. Dat was heel pam. Lul. Ja, hij is echt gone. Long echt? Gone. Ja. Dat is raar. En Zua. Zo zie je hem en zo zie je hem niet meer. Ja. We hebben hier een hele sterke gras Pokémon. Maar niet degene die ik zoek. Doei. Wat een man. Oh, en is dat ze voor evaluatie ook nog is? Nee, die wil ik niet. Een Meganium en Chikorita. Niet nu! Nu! Even! Niet! Au! Sorry! Zien we nou, hè? Sorry! Ja. Is ook die ene spot moet ik denk ik gewoon vrij laten. Gewoon voor de,
voor de good vibes, weet je wel. Voor de legendaries, voor de shinies en... Wij doen. Ja. En nu is het training time. Oké. Nou, dan wens ik je heel veel succes met het trainen gebeuren. Maar dan mag je dan lekker wel de volgende aflevering gaan doen, Dylan. Want de tijd zit er, voor nu zit het er alweer op, want the time flies when you're having fun. Mensen, wij bedanken je natuurlijk enorm voor het kijken naar deze aflevering van The Battle. Klik natuurlijk even op beide knaaltjes en duimpje omhoog aan. Abonneer natuurlijk op beide kanalen. En mensen, tot morgen bij een nieuwe aflevering van The Battle.